welkom bij het Provinciaal Domein. Onze provincie helpt mee met het in stand houden van historische gebouwen en interieurs. En hoe dat precies zit, dat zal ik eens vragen aan onze gedeputeerde Mirjam van Lerbergen in deze molen, de Grote Macht in Moorseel. Dag gedeputeerde. Goedemiddag. Een mooie locatie, want vandaag zullen we het hebben over een onderwerp dat iets minder bekend is, namelijk Monumentenwacht West-Vlaanderen. Wat voor een wacht is het precies? Wel, het is zo dat wij in onze provincie West-Vlaanderen heel wat mooie oude gebouwen hebben. En daar start een. We hebben kastelen, we hebben torens, we hebben zeer mooie huizen, we hebben gemeentehuizen die de moeite waard zijn om te bewaren enzovoort. En dan vergapen de toeristen en ook de West-Vlamingen zijn daar trots op. Wij kijken allemaal naar die gebouwen, maar niemand staat erbij stil dat die ook moeten onderhouden worden. En dat om die te bewaren, hebben we echt wel een groep nodig die kijkt van welke renovaties zijn er nodig om dat gebouw de volgende 100 jaar nog te kunnen laten staan. En dat zijn onze monumentenwachters. Ja, en ze bestaan ondertussen, die monumentenwachters, al 25 jaar, toch? Ja, en het is dan ook heel goed om eens te zeggen aan de mensen waarom ze er zijn. Hè? Want 25 jaar is heel wat kennis, heel wat expertise. En het zijn echt mensen die zorgen dat wij mooie historische gebouwen kunnen behouden. Vandaar dat wij dit jaar echt wel een viering hebben van 25 jaar bestaan. En waarom zijn ze eigenlijk ooit ontstaan? Wel, dat was eigenlijk uit noodzaak. Hè. Mensen hadden kastelen, privé of anders, gemeentebesturen of de provincie of een kerkbestuur die bijvoorbeeld een kerk... Maar niet iedereen heeft thuis het materiaal, de expertise, de durf om natuurlijk heel hoog te gaan kijken of het wel goed gaat met het gebouw. Vandaar dat er een noodzaak was om heel goede, geschoolde, eigenlijk bijna bergbeklimmers te hebben om op alles wat hoog is in West-Vlaanderen te gaan kijken of het ook zal blijven duren. En vandaar dat dit een noodzaak was als we de mooie gebouwen wilden bewaren. Ja, en over welke mooie gebouwen gaat het dan? Wel, natuurlijk, wie in West-Vlaanderen rondloopt, dan zie je direct, bijvoorbeeld in Brugge, waar de toeristen zoveel foto's van maken, dat zijn de oude gebouwen. Neem nu het Belfort, neem nu het Provinciaal Hof, maar neem nu ook het stadhuis. Dus ergens in West-Vlaanderen staat er altijd wel een heel mooi gebouw. En dat kunnen molens zijn, zoals we hier nu zijn. Dat kunnen kastelen zijn, dat kunnen torens zijn. En al die mooie zaken kunnen lid worden, bij manier van spreken, kunnen rekenen op de expertise van onze monumentenwachter. Oké, gedeputeerde, zo meteen dan praten we verder. Maar nu ga ik eens kijken hoe het precies in zijn werk gaat. And we're down, we go, go. Brecht, jij bent, het is er duidelijk aan te zien, een monumentenwachter. Hoe pak je dat precies aan als je zo'n monument moet wachten? Zo'n monument, zo'n molen, gaan we gaan inspecteren van beneden naar boven. En van boven naar beneden, dus zo pakken wij dat aan. En wij gaan ook alle moeilijke en kritische punten gaan inspecteren. Ja, op wat let je dan altijd? Op de kritische punten, balkoppen. De buitenlaag, de afwerkingslaag, de waterdichtheid van het geheel, het functioneren van de draaiende delen, dat is zeer belangrijk, de veiligheid. En hoe lang duurt dat, zo'n inspectie? Zo'n inspectie hangt ervan af hoe groot dat die molen is, maar meestal kunnen we dat klaren op een dag. En daarna is het nog niet gedaan, maar jullie moeten dan ook altijd een rapport schrijven. Aan dat rapport is er veel werk, ja. Het is ook van belang dat alles erin staat, zodanig dat eigenaar, ruimte en erfgoed, dat die ermee weg kunnen. En dat is wel veel werk, ja. Een molen is natuurlijk één ding, maar jullie doen ook andere hoge gebouwen in West-Vlaanderen. Inderdaad, kathedralen, kerken. Ook lage gebouwen, grote gebouwen, kleine gebouwen. Inderdaad. Je doet dit echt wel graag, hè? Dat is mijn passie. Ik doe mijn job enorm graag. Niet veel mensen kunnen dat zeggen, maar ik doe mijn job doodgraag. Oké, dankjewel. Down.
ja, voor alle duidelijkheid, je bent niet de eigenaar van deze molen, hè? Inderdaad niet. Ik ben hier de voorzitter van de VZW, die zorgt voor het voortbestaan van die molen in feite. De standhouding en noem maar op. Ja, want voor jullie is het echt wel belangrijk dat deze molen in goede staat blijft. Het is eerst en vooral belangrijk voor de molenaars, die dus om de twee weken in het seizoen van april tot oktober de molen draaiende houden. Maar het is ook interessant en belangrijk, zeer belangrijk, voor de bezoekers. Want wij hebben geregeld bezoekers en het volledige gebouw en vooral de gaanderij enzovoort moet zeer goed in orde blijven. En daarvoor werken jullie samen met Monumentenwacht West-Vlaanderen? Daarvoor werken we samen met Monumentenwacht, vooral voor de plaatsen waar wij niet bij kunnen. Dus zelf zou je het niet durven? Nee, zeker en vast niet. Oké, dankjewel, Ben. Gedeputeerde, over hoeveel gebouwen gaat het precies waarvoor de Monumentenwacht West-Vlaanderen verantwoordelijk is? Wel, het is zo, je kan eigenlijk lid worden om uw gebouw, of het gebouw van een stad, te laten controleren. En nu, momenteel, zitten we toch al een kleine 1000 eigendommen. Die worden geïnspecteerd door monumentenwachters. En het wordt gecontroleerd door monumentenwachters die ook de hele tijd bijscholing krijgen. Dat is juist. Eigenlijk zijn we 25 jaar geleden begonnen met 2 monumentenwachters. Nu zullen er binnenkort 8 zijn. En dat is omdat 1 er heel veel mooie gebouwen in West-Vlaanderen staan en heel veel zaken moeten gecontroleerd worden. Maar dat is vooral ook, die mensen kunnen uit veiligheidsmaatregel nooit helemaal alleen een toren op. En vandaar dat wij zeggen van kijk, er komen nu 8 mensen, we kunnen meer doen voor onze hele mooie zaken in West-Vlaanderen. En zij kunnen zich nog meer specialiseren. En ook dat is nodig. En die monumentenwachters die doen het niet alleen in de hoogte, want ze controleren ook interieurs. Ja, dat is nog zoiets. Als men een wandtapijt, ik geef een voorbeeld om het duidelijk te maken. Ja, als men dit wil bewaren, dan is dit ook niet zomaar laten hangen, honderden jaren. Dus ook dat kan geïnspecteerd worden en ook daar kan een verslag van gemaakt worden van kijk, hoe zorg je ervoor dat dit wandtapijt niet kapot gaat. En dit is de interieur. Inspectie. Oké, gedeputeerde, dat is duidelijk. Dank u wel voor vandaag. En nu ga ik eens langs om eens te zien hoe het eraan toe gaat bij zo'n interieurinspectie. I wanna take you somewhere, you know I care, but it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils on a pretty. Brecht, ja, ondertussen heb je al je touwen niet meer aan, want we gaan nu naar een toch iets lager gebouw dan een molen. Wat zal er gebeuren? Wel, hier is er een schilderij uit de Eerste Wereldoorlog. Waarschijnlijk door een officier gemaakt die hierbij dichtbij ingekwartierd was. En de eigenaar van dit schilderij maakt zich zorgen over de bewaringstoestand. En nu gaan wij dat schilderij inspecteren. Ja, want dat doet Monumentenwacht West-Vlaanderen ook, interieurs. Jazeker, ik ben de monumentenwachter interieur ook van de provincie West-Vlaanderen. En dat is eigenlijk mijn hoofdjob. Historische interieurs inspecteren. Ja, is dat niet een totaal andere kennis dan molens? Ja, dat ligt breed uiteen, maar ik ben ook al oud natuurlijk. En ik heb al veel ervaring. En, dus ja, ik inspecteer die ook, ja. Oké, dan gaan we die samen inspecteren. Ja, ja. Dat is goed. Armand, ja, jij bent de eigenaar van deze woning hier in Deerlijk. En daar is er een fantastisch schilderij. Wat voor een schilderij is het precies? Dat schilderij was niet fantastisch 30 jaar geleden. Hè, want dat ding hiernaast, niet ver van hier, in een café, verlaten en bijna kapot. En dat is eigenlijk het schilderij dat achtergebleven is uit de oorlog 1418. In 1418, gedurende de oorlog 1418, waren de Duitsers ingekwartierd. En Deerlijk in verschillende patriciershuizen, moet ik bijna zeggen. En in een van die huizen is een schilderij achtergebleven van een Duitse verpleegster. Ja. En het heeft daar nooit iemand aandacht aan besteed. En finaal zou dat huis waar dat schilderij stond afgebroken worden.
En dan hebben wij met enige mensen het risico genomen, het zware risico, om dat uit de muur te kappen en drie stukken te verdelen, over te brengen naar dit huisje, dat van ons was al. Het was mijn idee om dat hier opnieuw in de muur te brengen en te conserveren, het is al. En Brecht van Monumentenwacht West-Vlaanderen, die doet er nu, die kijkt nu hoe, op welke manier het geconserveerd is. Wat hoop je dat ermee zal gebeuren? Ik hoop dat er altijd mensen zullen bestaan die zin hebben in historiek en die dat zullen op de een of andere manier preserveren. Ik hoop dat dat bewaard blijft, is al. Ja, want je bent er, Armand, een beetje stiekem verliefd op? Natuurlijk. Wie zou die zeggen? Wie zou er zelf zijn, hè? Dankjewel, Armand. Oké, met genoegen. Zo, en daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het Provinciaal Domein. Je kan alles herbekijken in ons archief op westvlaanderen.tv. En dan hebben we nu nog een tip voor alle muzikale West-Vlamingen onder ons. In 2017 schrijft de provincie West-Vlaanderen een nieuwe editie van De Prijs voor Muziek uit. De prijs is dit jaar bestemd voor solo-composities. Hiermee wordt bedoeld elke partituur voor één stem of één instrument, om het even in welk muziekgenre. De wedstrijd is niet themagebonden, maar specifiek bedoeld voor realisaties uit de jongste 4 jaar. De ingediende dossiers worden beoordeeld op basis van partituur, eventueel aangevuld met een klankopname.